Doen we ook nog eventjes een rondje quizzen, want Mike Siebelink die vindt het hartstikke leuk om de straat op te gaan en dan om een beetje sfeer te snuiven. Maar ja, er zit ook gewoon een soort reuzenrad, rad van fortuin, prijzenslag in de jongen verstopt. En het moet er dan toch eventjes uit met een aantal leuke vragen en ook hele mooie prijzen. Hier is uw quizmaster! Ja, welkom dames en heren. Het is weer tijd voor de enige echte Jazz Talk Quiz. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Wat gebeurt er ondertussen? Mijn nagels worden gelakt. En dat gaat heel secuur zoals je ziet. Ze smeert er maar gewoon wat op. Vraag nummer 1. Welk instrument staat er dit jaar op de poster van het Jazz Festival? Heb je hem zien hangen? Nee. Een schuiftrompet. Ja, dat is goed. Hoppa! Hey! Zo'n grotere viool, hoe heet dat? Contrabas. Ja. Nee, dat is fout. Komt-ie. Spel het woord jazzzangeres. J-A-Z-Z-A-N-G-E-R-S. Nee, drie zetten. Drie, je hebt de zet gemist. J-A-Z-Z-Z-Z. Hoeveel podia en speelplaatsen zijn er in totaal op het jazzfestival? 8. 8, nee. Ja, die is voor jou hoor. 11? Nee, meer denk ik. Ik denk 18. 5? 5. 22. Ah, je staat er maar een beetje naast. Where are you from? South Africa. Welke band treedt er niet op dit jaar? A. Dirty Harry. B. Catfish. C. Hot Shots. Of D. ABBA? B. B. Catfish? Nee, het is ABBA. ABBA. Ken je ABBA? Nee. Van Mamma Mia. You can sing a little bit. No, I can't sing, but I love ABBA. Mamma Mia. Mamma Mia. Here I go again. My. Abba doet niet mee. En waarom niet? Ja, die mensen zijn dol, denk. I'm from Kansas City, Missouri. Oh, and do you like the city Breda and the Jazz Festival? Breda is fine, it's very great. The music's lively and all the dancing's amazing. Laat hem even drogen. Welke band? Hoppa. Wie maakte in het New Orleans in de jaren... Ik heb een vlag voor mijn hoofd. Wie maakte in het New Orleans in de jaren 20 van de vorige eeuw de eerste belangrijke jazzopname? Is dat A. Louis Armstrong, B. Lance Armstrong of C. Neil Armstrong? Louis Armstrong. Dat is die fietser, dacht ik. Nee, dat is toch die andere? Dit is ook een astronaut, maar ik weet ook niet welke dat is. Dat durf ik nu niet te zeggen, dadelijk is fout. Ik zeg gewoon... C, want het klinkt lekkerder. Dus ik... Neil Armstrong. Ja. Nee, dat is een ruimtevader. Oh. Ik ook, Lance. Ik denk Lance. Ik dacht Louis, maar dan raak ik in de war. Lance Armstrong is een fietser. Hoe gaat dat dan? Zoiets. We pakken uit hoor, let op dames en heren. Jullie hebben alle drie een penny gewonnen. Wow. You want something? No, no way. The Breda nu. Pen. Nou, echt. Zo ontzettend blij gemaakt. Ik zei toch mooie prijzen. En ik hoop dat je goed opgelet hebt met de vragen. Want dan heb je er ook nog iets van geleerd van dit quizmoment in deze Jazz Talk. Breda nu.